We staan in de geschutsbunker en je ziet hier mooi hoe we het hebben aangetroffen. Dit is de opening naar buiten waar het kanon op zee gericht was. Je ziet dat het volgelopen is met zand. Dat houden we nu tegen met de zandzakken. Maar het geeft ook een beeld hoeveel werk we hebben gehad om dit weer in deze staat terug te krijgen. Dit is de nieuwe tunnel die we openen. Die tunnel is 250 meter lang. Twee geschutsbunkers, twee woonbunkers en een grote munitiebunker. Er waren hier 180 Duitse soldaten gestationeerd. Over het algemeen, dit is een kustbatterij, dus dit is vooral bedoeld om vijandige schepen op afstand te houden. Maar de Duitse soldaten die hier gelegerd waren, hebben nooit een invasievloot gezien, want die kwam uiteindelijk in Normandië. Het grootste deel van de zogenaamde Atlantic Wall, een verdedigingslinie langs de kust die van Noord tot Zuid-Europa loopt, is dus nooit gebruikt. Er zijn ook, laten we dat niet vergeten, een deel van de kustdorpen gewoon voor gesloopt. Dus ja. Het heeft ook heel veel schaduwkanten. Zo ziet het 500 meter lange bunkercomplex er onder de duinen uit. Zelfs rasechte Noordwijkers hadden geen idee dat de bunker zo groot was. Heel veel Noordwijkers uh, hebben hier in hun uh, jeugd, uh, vaak na een bezoek aan het oude golfbad, uh, zijn ze de duin ingegaan en dan zoeken naar een opening uh, in de uh, in Atlantikwal. in een van de bunkers. En die, er hebben er heel veel hier gespeeld. En ook mensen die daadwerkelijk hier nog vervolgens uh, de afgelopen jaren uh, aan het graven zijn geweest. Ja, het is fantastisch om, uh, om zo'n mooi complex, denk ik uniek uh, in, in Europa, zo'n grote zeebatterij met 500 meter gang en 12 verschillende bunkers, om die open te kunnen stellen voor het, uh, voor het publiek. Deze rails is voor transport. We lopen nu richting een munitiebunker en daar ligt eigenlijk de voorraad voor de kanonnen. En met een kleine lorry kun je over deze rails kun je nieuwe voorraad naar de geschutbunkers brengen. Hoe ging dat met al dat zand en die vrijwilligers? Hoe lang zijn die daarmee bezig geweest? Een aantal jaren. Uh, altijd op zaterdag. En het mooie was uh, dat, juist met dat zand weghalen, dat kruien, dat graven. hadden we op zaterdag uh, 20, 25 man. En uh, ja, iedereen vond dat prachtig. Uh, en dat was ook een prachtig beeld. Om de minuut kwam er een kruiwagen met zand de gang uit, uh, uitrijden. Deskundigen hebben het over een bunker van internationale allure. nu ook de noordelijke vleugel van de bunker vrij van zand is. Het Museum Atlantico kan de geschiedenis van de bunker nu nog beter vertellen. En daarmee ook laten zien van jongens en meisjes, oorlog is niet fijn, uh, laten we vooral voorkomen dat het opnieuw gebeurt.